Ik heb er zoveel zin in, hè. Dit jaar slapen we niet in het Grote Pietenhuis, maar gaan met z'n allen gezellig op kamp. Hoe cool is dat? Ja, supercool, Pablo. Maar heb je eigenlijk alles wel goed geregeld? Ik bedoel, we komen zomaar ineens met zoveel mensen hier logeren. Ja, maar dat kan helemaal niet zo, hè. Nee. Als ik dat dus zou regelen, zou ik eerst iedereen bellen. En daarna zou ik voor iedereen nog worstenbroodjes kopen. En daarna, moet je even met iedereen... Showpiet, laat mij maar even. Ik ga het even regelen. Daar moeten we zijn. Kom. Pablo, wat is het allemaal hier? Ja. Durf jij die bel te drukken? Ja, natuurlijk nog, Piet. Ja, naam? Pablo. Hoe schrijf je dat? P-A-B-L-O. Is dat net als die vervelende party Piet Pablo? Meneer, dit is Party Piet Pablo. Party Piet Pablo. Hier heb ik helemaal geen tijd voor vandaag, hoor. Nou, we zouden het heel erg leuk vinden om op kamp te gaan in plaats van in het grote kasteel van Sinterklaas te verblijven dit jaar. Dus misschien mogen we dit jaar wel hier blijven? Ja, we hebben alle spullen al meegebracht en alle pieten. Ja, pieten. Vreselijk, al die pieten hier op mijn terrein. Daar heb ik helemaal geen rust meer. Maar wacht eens even. Ik ga ze gewoon op zolder laten liggen slapen. Ja, want dan daar is de grote rommel en dan is het gelijk opgeruimd. En dan heb ik daarna geen last meer van. Ja, natuurlijk! Ja. Jullie blijven slapen. Ja. Ik heb de perfecte plek voor jullie. Oh, ja hoor, volgt u mij maar hoor. Ja, komen jullie nog? Mooi. Om 8 uur gaat iedereen slapen. En dat betekent dan ook dat u allen de oogjes dicht doen. En ik wil dan geen pepernoot meer horen vallen. Om 7 uur gaat de wekker. Dan wordt iedereen weer wakker. En sta je allemaal op. Je gaat dan voor jezelf je eten klaarmaken. En je doet daarna ook de afwas. Zorgen dat alles weer is opgeruimd. Wat ik hier op mijn terrein absoluut niet wil... En dus heel graag wil, is stilte. Komt u maar verder mee, dan laat ik u de slaapkamers tonen. Het wordt heel gezellig. Haha, haha, haha. Zo, dit is het. Dit is het? Ja. Ja, voor jullie altijd het allerbeste, hè? Dus geniet ervan. Veel plezier. Doei. Doei, doei. Ja. Zo. Nou, echt een gezellige slaapplek, Pablo. Oh jongens, zie al deze rommel. Ja, ik blijf hier dus niet slapen, hè? Ik ga naar huis. Ho, wacht even. Pieten, wij zijn toch niet voor niks een Piet geworden, hè? Wij, Pieten, kunnen alles aan. Ook deze wat stoffige zolder, hè? Ja. We zijn de Pieten van Sinterklaas. Echte harde werkers die goed moeten slapen. Dus we gaan hier even alles opruimen en dan kunnen we hier lekker bivakeren. Ja. En wie doet er mee? Ik zei, wie doet er mee? Yeah. Yeah. Yes! Let's go! Kom! Ja, Pieter, het ziet er echt perfect uit, hè? De bedden kunnen erin voor de perfecte slaapkamer. Ja, maar ik mis dus nog wel iemand. Hè? Waar is Sinterklaas? Oh, goeie. Waar is hij eigenlijk? Pieten, ik ben nog wat regels vergeten. Elke dag om 2 uur 's middags is er tijd voor een middagdutje. Dus dan verwacht ik dat alle Pieten... Zo, daar ben ik dan.
moest nog even de Sinterkemper ophalen. Oh. Wat vinden jullie ervan? Wow. Ja, super vet. Ik ga de Sinterkemper even daar parkeren. Zie ik jullie straks bij het kampvuur? Ja, ja, tot straks. Zeker, Sinterklaas. Oké, jongens, ik heb een heel goed idee. Hè. Ik ga het verhaal vertellen over het pepernotenmonster. Oh, maar Pablo, is dat niet veel te spannend? Ik wil nog wel kunnen slapen vanavond, hoor. Zeg Pablo, het is toevallig niet weer een van je geintjes, toch? Nee, het verhaal heb ik gehoord van de hoofdpiet. En die is weer van de paardenpiet. En die van de inpakpiet. En die van de dakenpiet. Nou Pablo, nu wil ik het horen ook. Voor de draad ermee. Oké, hou je vast. Lang geleden was er een groot probleem bij Sinterklaas. De Sint en Pieter kwamen in Nederland aan. En daar bleek het kasteel nog op slot te zijn. De sleutel was namelijk vergeten in Spanje. Oh ja, dat weet ik nog. Ja, dat was verschrikkelijk. 'S Nachts op het kasteel hoorden ze gekke geluiden. Het leek een soort van lage, brommende geluiden. Ze zochten en zochten, maar nooit konden de pieten uitzoeken waar het geluid vandaan kwam. Er gebeurde in die tijd veel gekke dingen daar. Het boek van Sinterklaas verdween en was de dag erna ineens weer terug. Maar ook elke keer als de pieten samen waren, leek het alsof het pepernotenmonster met ze wilde praten. Maar zijn stem was niet zoals die van ons. Het was een soort pieptoon. Oh, Pablo, ik vind het verhaal wel een beetje te eng worden. Oh, ik ook, maar ik wil wel weten hoe het afloopt. Ja, ik ga het nu vertellen. Op de laatste dag dat de pieten en Sint in Nederland waren, gebeurde het. Het begon een beetje te waaien en een beetje te regenen. Sinterklaas liep met zijn pieten van dak tot dak en roken daar opeens een onverwachte geur. Het rook naar pepernoten, maar het was midden in de nacht. Ze hadden al gehoord dat als het naar pepernoten rook in de nacht, dat het pepernotenmonster dan in de buurt zou zijn. Oh, Pablo, nu vind ik het niet leuk meer. Waar is dat monster in en hoe komen we er vanaf? Ja, dat ga ik je nu vertellen. Het is dus zo dat als je het pepernotenmonster ziet, dat je dan een emmer water over het monster heen moet gooien, terwijl je pepernoot roept. Als iedereen dat tegelijk doet, dan verdwijnt het monster voor altijd. Hey, Pieter, kijk daar! Een pepernotenmonster! Snel, een emmer met water! Oké, ik tel af en roep met z'n allen pepernoot, hè? 3, 2, 1, pepernoot! Van Dril, wat doe jij nou hier? Pepernootje Sinterklaas. Wat is dat? Huh? Het regent toch helemaal niet? Zou het inbrekers zijn? Spoken? Wacht. Inbrekers? Inbrekers op mijn landgoed? Die ga ik te pakken nemen. Wacht even. Ik ga ze pakken. Ik ga die inbrekers te pakken nemen. Ja, mijn moeder zei altijd van Drieletje, je bent een grote jongen. En ik ben een grote jongen. Dus ik ga ze te pakken nemen. Kom Pieter, we moeten even doorlopen. Hé, hey, ik ben van Driel. Alles goed? Het zijn weer die vreselijke pieten. Ah, waarom krijg ik nou nooit rust hier? Oh, die vreselijke herrie. Die herrie. Oh, die pieten, die komen zo laat thuis. Daar moet ik echt iets aan doen, hoor. Echt, want dit kan echt niet op mijn landgoed. Ik wil gewoon rust hebben. Ik wil gewoon normaal kunnen slapen. Ik moet iets verzinnen. Wacht even. Als ik nou die pieten eens heel erg ga vermoeien, dan kunnen ze niet meer de daken op. Want dan moeten ze allemaal gaan slapen vanavond. En dan heb ik mijn rust.
Dus ik ga ze heel erg vermoeien, zodat ze helemaal uitgeput zijn. Oh, ik vind het een geniaal idee. Attentie, attentie, attentie. Dit is een bericht voor alle Pieten en Sinterklaas. Het is tijd voor jullie wekelijkse... Wekelijkse ochtendgymnastiek... Nee, wacht. De wekelijkse... Verplichte ochtendgymnastiek. En ik verwacht jullie allemaal binnen 30 seconden op het grasveld. Einde bericht. Nou, ik kan niet sporten op een lege maag, hè. En trouwens, 30 seconden is nog niet voorbij. Zoals gezegd, het is tijd voor onze wekelijkse verplichte ochtendgymnastiek. Voor het geval dat er iets gebeurt hier op mijn landgoed, wil ik dat jullie allemaal tip-top in orde zijn. Dus, aan de slag! Hup, 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 hup. Verder. Zo. Daar. Al die pieten zijn uitgeput. Ik heb ze te pakken. Oh, wat zal het lekker rustig zijn vanavond. Oh, geen cadeautjes in de schoentjes. Nee, niet de pieten de daken op. Hallo, Verdrieltje. Ik verveel me zo. Ik zou zo graag iets leuks willen doen, net als een kasteel van Sinterklaas. Een mini-disco of een tekenwedstrijd. Of, ja, hier is helemaal niks. Ik moet eigenlijk iets leuks organiseren. Wacht, zoiets als een speurtocht. Ja, een speurtocht voor iedereen. Ja, ik ga het boek van Sinterklaas verstoppen en dan een speurtocht organiseren naar het boek toe. Dat is echt te gek. Ja, dat gaan we doen. Zo, nu hoef ik alleen maar het grote boek te pakken en de brief met de aanwijzingen hier achter te laten. Dan kan de speurtocht beginnen. Succes. Zo. Pablo? Roy de Kooks. Dit is echt een hele goede verstoppelijk. Hopla. Nu moeten ze echt gaan zoeken. Hopelijk vindt Sinterklaas de brief snel en kunnen we beginnen met de speurtocht. Brutus, kom hier. Brutus, Brutus, geef me de onderbroek terug. Brutus, kom hier! Een brief. Lieve Sinterklaas, wat is hier aan de hand? Je boek is kwijt hier in dat mooie land. Maar Sinterklaas kijkt niet zo bedrukt. Met een speurtocht kan je hem vinden. Ik beloof dat het lukt. Een speurtocht? Om een grote boek terug te vinden? Nou... Ik moet dat grote boek terugvinden, want zonder groot boek is pakjesavond helemaal niks. Ik moet de Pieten waarschuwen. Sinterklaas, u kijkt zo bedroefd. Wat is er aan de hand? Nou, Love Piet,
Iemand heeft het grote boek verstopt en nu moeten we een of andere speurtocht gaan doen om hem terug te vinden. Oh, maar Sinterklaas, dat kunnen wij toch wel? Nou, hoe moeilijk kan het zijn? Nou, Pieter, ik wil jullie er even aan herinneren dat we zonder het grote boek voor niks naar Nederland en Vlaanderen zijn gekomen, hè? Ja, ik bedoel, welke cadeautjes moeten er naar welke kinderen? Laten we gewoon beginnen. We moeten die kant. Nee, we moeten die kant op. Ja, kom. Oké. Nou, vooruit dan maar. Ah, Pietje, kijk, daar, een pijl. Ja. Oh, en ik zie er daar nog een. Oké, ja. Kom. Recht zo die gaat. Wacht op mij. Oh, kijk jongens, we gaan de goede kant op. Kom. Wie heeft nou toch al die pijlen hier op mijn terrein gelegd? Ik wil die pijlen hier helemaal niet. Haal ze eraf. Dan komt er eens weer een pijl. Haal ze eraf. Ik neem ze allemaal mee voor je. Ik neem ze allemaal mee. En weer een pijl. Haal ze eraf. Ja, ik haal ze meteen weg, meneer Van Briel. Ik zou zweren dat hier een pijl hing. Zeg Pieter, wat is er aan de hand? Nee, Sinterklaas, er zou hier een pijl hangen die ons zou leiden naar het grote boek. Oh jee, Pieter, ik ga me nou toch wel een beetje zorgen maken hoor. Ja, als ik mijn grote boek niet snel terugvind, weet ik echt niet meer wat ik moet doen hoor. Ja, ik weet ook niet meer, Sinterklaas. Jongens, laten we gewoon nog even verder zoeken. Kom. Ja. Daarin. Ja, nee. Hier ook al geen pijltjes meer. Oh Pieter, dit gaat niet goed. Pieter, Sint, ik denk dat ik iets moet opbiechten. Huh? Ja, ik verveel me enorm. Dus ik dacht, ik ga voor jullie een speurtocht organiseren. Alleen heeft iemand alle pijltjes weggehaald. Oh, Pablo. Ja, ik begrijp het hoor, dat je je overdag een beetje verveelt. Maar ja, dat hoort er gewoon een beetje bij. Sorry, Sinterklaas. Nou ja, maar als je die pijltjes niet meer kan volgen, kun je ons dan niet gewoon vertellen waar je het boek hebt verstopt? Ik heb het verstopt in het snoephuisje. Kom, let's go. Okay. In mijn snoepwinkel, zo kleurrijk en fijn, vraag ik aan u, wat mag het voor u zijn? De één keer het grote boek van Sinterklaas, alsjeblieft. Wat een prachtige zonneschijn. Mag dat boek dan van chocolade zijn? Nee. We zijn op zoek naar het echte boek van Sinterklaas. Het grote rode boek. Oh, wat een pech. Dat boek is net weg. Ik sta te beven. Ik heb dat boek aan de postbode gegeven. De postbode? Ja, Pieter, dan zijn we hem kwijt. Wie weet waar de postbode het naartoe heeft gebracht. Weg en naar huis. Ja, ik ben bang dat de kinderen vanavond geen cadeaus zullen krijgen. Nou, Pietje. Dat was het dan. Ja. We hebben het boek niet meer gevonden. Sorry, Sinterklaas. Ik wou alleen maar een leuke middag regelen. Ja, dat weet ik toch ook wel, Party Piet Pablo. Nou, volgens mij zijn we met z'n allen toe aan wat goed nieuws, hè? Ik kwam vanmiddag de postbode tegen. Hè? Ja, kijk maar eens. Wat is dit nou, Sinterklaas? Cadeautje. Hè? Ja. Het grote boek van Sinterklaas! Ja, daar is hem! Ik, hè? Het is hem gewoon. De postbode kwam het gewoon terugbrengen. Hij kwam het zomaar brengen. Wat goed, Sinterklaas. Nou jongens, het grote boek is terug. We kunnen weer aan de slag. Ja, aan de slag. Oh, Showpiet, vanavond is het eindelijk weer ver. Dan is de bonte avond. Zei er iemand bonte avond? Ja, vanavond is de bonte avond. Hoor ik je bonte avond? Jazeker, Party Piet Pablo. En ik heb gehoord dat iedereen mee mag doen. Ja. Daar ga ik zelf eens even goed gebruik van maken. Oh, ik heb ook ineens een vet goed idee. Ik ben oefenaar. Ik hou van optreden. Ik ga oefenen. Oh, Sinterklaas, ik heb hier zoveel zin in. Ik ga meteen oefenen op mijn nieuwe liedje. Ja. De botenstuk, de botenstuk. Wat ga ik dan doen? Even nadenken.
Loffie, wat ga jij doen met de bondavond? Ja, dat zeg ik toch niet. Dat is toch een verrassing, Pablo? We hebben wel één groot probleem. Een probleem? Simsalahop, paardje in galop. Simsalahier, het dekje op en neer. Weer niet. Waar is dat konijntje nou? Het moet toch een keer lukken, hè? Goed, nog een keer. Simsalahop. Oké, Pieter, we hebben dus een groot probleem, hè? Iedereen doet mee aan de Bonte Avond. Maar als iedereen meedoet aan de Bonte Avond, dan hebben we dus geen jury. En zonder jury weten we dus niet wie er gaat winnen. Dus hoe gaan we dit oplossen? Wie heeft er een idee? Een idee? Misschien is het een andere toverspreuk. Simsaloontje, Sinterklaas kapoentje, simsala impuls, zo waar je de wimpels. Ja. Waarom lukt het nou niet? Oké, conclusie. Dus we gaan Van Briel vragen? Ja, moet maar denk ik. Hij is tenslotte de enige die volgens mij niks met de Bonte Avondpot gaat doen. Oké, dus technisch gezien, meneer Van Driel gaat onze jury zijn. Ja, dan ga ik dus nu Van Driel vragen, hè? Ja, is goed. Van Driel? Van Driel? Van Driel? Meneer Van Driel? Meneer Van Driel? Meneer Van Driel? Meneer Van Driel? Van Driel? Meneer Van Driel? Ben jij dat? Pablo, kun je me nou nooit eens een beetje rust geven? Nou, wat is er? Voor de draad ermee. Nou, meneer Van Riel, we hebben een heel groot probleem. Vanavond is de Bonte Avond, hè. En wij gaan er optreden. Alleen daarom hebben we nu dus geen jury meer. Wil jij misschien vanavond de jury zijn? Een Bonte Avond, een Bonte Avond. De Bonte Avond geeft allemaal weer een hele hoop met herrie hier op mijn terrein. Maar wacht eens even. Dus... Als ik dus jurylid ben, dan kan ik dus bepalen wie er wint. Ja, precies. Dus ik kan op je rekenen? Nou ja, omdat je het zo lief vraagt. Ja, fantastisch, hè? Meneer Vroeg. Ja. Ja. Yes. Ik zal die Pieter dus een lesje leren. Ja, want als ik jurylid ben, kan ik dus bepalen wie er wint. Dus Van Drieletje gaat winnen. Dan moet ik me natuurlijk wel vermommen, want ze mogen me niet herkennen. Ik heb al een idee. Van Drieletje jurylid. Nou, ik zal ze zijn poepie laten ruiken. Ik heb een fantastisch idee. Geweldig idee. Oh, dit wordt geweldig. Oh, kijk nou hier dit. Oh, dit is fantastisch. Dan ga ik als mevrouw Van Driel optreden. Meneer Van Driel als mevrouw Van Driel. En dan kan ik mezelf laten winnen. Ik snap er helemaal niks van. Ik ben toch Sinterklaas. Ik kan toch zeker wel een simpel goocheltrucje uitvoeren. Nou, het lukt me niet eens om dit een konijntje uit deze hoed te halen. Is er dan niemand die mij gewoon even kan helpen? U vraagt, wij draaien Sinterklaas. Roy! Tijd geleden dat ik u heb gezien. Mijn redder in nood. Ja, ik ben bezig met deze goocheltruc, hè, maar het gaat helemaal mis. Ik probeer gewoon een simpel konijntje uit die hoed te toveren, maar het lukt me maar niet. Hè. Maar Sinterklaas, ik weet een veel betere truc. U wilt toch die Bonte Avond winnen? Ja, ja, inderdaad. Kun jij mij daarbij helpen? Natuurlijk. Weet u wat? Ik heb een fantastische truc. Oh. Sinterklaas, ik ga proberen om een stukje van uw baard om te toveren in strooigoed. Ah. Mag ik? Oeh, dank u wel. Zo goed. Bravo, Roy. Bravo. Dank u, Sinterklaas. Maar het is wel een hele moeilijke truc, hè? Ik bedoel, heb je niet wat makkelijkers voor iets me? Makkelijkers? Ja. Ja, heb ik. Goochelen doe je zo. Oh. Oeh, mevrouw Van Driel is er helemaal klaar voor.
Ik ga die bonte avond winnen als mevrouw van Driel, Pieter liefde. Goedenavond allemaal. Welkom bij de bonte avond van het land van Driel. Vanavond gaan we een aantal grote acts langs zien komen natuurlijk. En aan het einde kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn. Wie kan dat nu beter bepalen dan de man die van alles weet. Prachtig kan zingen, prachtig kan dansen. Het slimste van iedereen is. Het grootste talent van Nederland, sterker nog, van heel de wereld. Ik heb het natuurlijk niet over mezelf deze keer. Hier is die, meneer van Driel. We gaan beginnen met de optredens. Degene die iets pissen af gaat bijten is Lofpiet. Hey Lofpiet, je hebt het geoefend. Je kan dit. Wat is dit saai, zeg. Vreselijk, wat saai. En je hebt nog tekort gespeeld ook. Ja, maar jij drukt toch op de knop? Ja. Anders was ik gewoon doorgegaan. Ja, volgende. Nou. Oké, we gaan door. Hier, speciaal voor jullie, de enige echte Showpiet. Oké, ik ben de Showpiet, zoals jullie natuurlijk allemaal weten. Ik ga voor jullie een liedje zingen, een van mijn favoriete liedjes. En die heb ik zelf als kind heel vaak gezongen, samen met al mijn pietenvrienden. En die zing ik nu voor jullie. Toen ik dus die ene keer op de daken liep, hè, toen dacht ik, nou, ik ga dit nummer... Ja, dit is toch geen zingen? Dit is geen zingen. Een liedje hoor je te zingen. En dat doe jij niet. Jij zingt helemaal niet. Dus volgende... Na deze twee optredens hebben wij nog drie. Beste Pieten, hier is de enige echte Sinterklaas! Tada! Ja, kan het een beetje rustiger? Ja, zo kan ik het toch niet horen? Hooggeëerd publiek! Ik heb hier de ultieme goocheltruc voor jullie vanavond, waar ik uren en uren op gestudeerd heb. Ahem. Ik zal eens even laten zien. Ik heb hier drie touwtjes, zoals jullie zien. 1, 2 en 3. Van gelijke lengte, nou ja, ongeveer dan. En bij deze touwtjes hoort een geheime toverspreuk. En die ga ik nu laten horen. Simsalabo, aanschouw dit magische touw. En hoppakee, let goed op wat er nu gebeurt. De touwtjes waren toch van gelijke lengte, maar ze hebben nu besloten om van lengte te veranderen. Want we hebben hier één touwtje, en dat zul je zien en verbazen, van een hele minieme lengte. Kijk eens hoe klein, haha. Eén touw is heel erg lang. En de ander, die past er precies tussen. Kijk. Ja. Stop er maar mee. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Dus voor u, simsalabo, deze prijs wordt niet voor jou. Volgende. Het was toch best goed. Oké, Pieter. Hopelijk zit er nog iets leuks tussen voor jullie. Hier is onze volgende kandidaat, de enige echte partypiet, Pablo! Meneer van Driel, ik heb nog helemaal niet gezongen. Je kan pas drukken als ik gezongen heb. Ja, begint dan ook. Ja, ja. De boot. Dit is gewoon vals. Hé, maar dat is niet eerlijk. Ja, niet eerlijk. Vals is vals. En als het vals is, dan is het vals. Dus de volgende. Even kijken. Hier staat mevrouw van Driel. Dames en heren, ik moet eventjes naar de toilet. Hè?
Maar ik zou zeggen, ga gewoon door hoor. Ga gewoon door. Maar ik kan ook vanaf de toilet kan ik het heel goed horen. Kan ik het ook beoordelen. En dan kom ik zo weer terug, ja? Dus let's go the show on, hè? Ja. Hier is voor jullie mevrouw Van Driel. Dank u wel, lieve Pieter, allemaal, dat ik voor u een mooi liedje mag komen zingen. En we gaan nu beginnen. Pieter, liefde, ik doe alles voor jou. Pieter, liefde, omdat ik je vertrouw. Pieter, liefde, omdat ik je vertrouw. Je beleeft met mij de avonturen. Mevrouw Van Driel? Mevrouw Van Driel, gaat het wel goed met u? Ja, Pablo, het gaat goed met me, dankjewel. We hopen wel dat het allemaal goed met u gaat, mevrouw Van Driel. Ja. Ah, wacht eens even. Zeg, Van Driel! Ben jij dat? Nee, hoezo? Waarom zou ik dat... Ja, dit is meneer Van Driel. Lieve mensen, ik heb nieuws. Het is gewoon meneer Van Driel. Ja, kom maar. Nou. Van Driel, wat is dit nou weer? Waarom doe jij mee onder een valse naam? Nou, Sinterklaas, dat denk ik wel te weten hoor. Hij heeft gewoon van tevoren de winnaar opgeschreven. Ja, je hebt gewoon jezelf laten winnen. Ja. Maar Van Driel, dat is toch nergens voor nodig geweest? Als je zo graag mee wilde doen, had toch iemand anders de jury kunnen spelen? Ja, ik weet het, Sinterklaas. Ja, oké. Maar wie heeft er nou gewonnen? Want volgens mij waren wij allemaal best wel gelijk. Ja, daar heeft Sjopiet wel een beetje gelijk in. Ja, eigenlijk wel. Ja, de meest grappige zou eigenlijk moeten winnen. En ik moet toegeven dat meneer Van Driel wel de meest grappige van de avond was, toch? Ja, meen je dat nou, Pablo? Ja, dat meen je toch, Pieter? Ja, dat vind ik wel. Ja, dat vond ik ook. Ja. Ja, hoor. Eigenlijk, meneer Van Driel. Ja. Ik reik jou uit de winnaar van de bonte avond. Applaus. Dankjewel, lieve Pieter. Ja, sorry hoor dat ik dit allemaal zo heb gedaan. Ja, ik wilde ook wel eens een keer een bonte avond winnen. En nou heb ik gewoon een bonte avond gewonnen. Ja, goed hoor. Ja, Van Driel, dat is natuurlijk allemaal wel prima. Maar de volgende keer gewoon als je zelf meedoet, hoor. Ja, Sinterklaas, tuurlijk, ja. Dan was het nu tijd voor een feestje. Kijk jij maar wat je doet. Alleen op stap, nou kijk maar wat je doet. Ja, kijk maar even, ja. Kijk jij maar wat je doet. Ik ga alleen op stap, nou kijk maar wat je doet. Ja, kijk maar even, ja. Je kan mij niet tegenhouden, ook al denk je zelf van wel. Je kan mij niet tegenhouden, stil, ik word gebeld. Je kan mij niet tegenhouden, ook al denk je zelf van wel. Je kan mij niet tegenhouden. Kijk jij maar wat je doet. Ik ga alleen op stap. Nou kijk maar wat je doet. Ja, kijk maar even, ja. Kijk jij maar wat je doet. Ik ga alleen op stap. Nou kijk maar wat je doet. Ja, kijk maar even, ja. We zijn nu echt op zoek. Waarnaar? Naar de liefde. Jij of jouw vriendin. Alle twee. Ik kan niet kiezen. Jij moet niet gaan denken dat me hart versnelt. Je bestie gaf haar nummer. Kijk jij maar wat je doet.